El Ghazi. Je gaat hem toch even rechtop staan. Omdat je ziet wat hij kan. Of omdat je weet wat hij inmiddels kan. Oh, Pat, goede reactie. Pat, goede reactie. Waarom? Omdat die Bottegien die bal ineens op zijn kop krijgt. En daardoor die bal van richting verandert. Schöne. Is dit dan zo'n rappe aanval? Schöne. Bottegien speelt de bal. Serrero komt en Van der Velde hielp. Dus is het publiek zeer tevreden. Daar komt Antonio aan, komt Sillissen. Dat is goed dat Sillissen kwam voor Ajax. Mooi, Sander. Klaassen, Sigurdsson. Klaassen, daar komt Van Rijn. Van Rijn, zou maar schieten. Ja, waarom niet? Veldman, hier vier geven. Klaas heeft dan een beetje geluk. Nou ja, Veldman, of vier geven dat eigenlijk geluk. Schöne. Serrero. Serrero heeft ook wel een beetje mazzel. Klaassen ook, trouwens. Heel Ajax heeft hier mazzel. Omdat hij wel steeds in de kluts voor een Ajax die terugkwam. Hier even. Het is een verrassend moment, maar wel naast. Dat gaat fout. Klaassen. Dat gaat ook fout. El Ghazi. Heel fout. Kapalov denkt dat is een mazzeltje. Want hier, ja, met Klaassen en met Sigurdsson, denk je dat wordt het doelpunt. Maar El Ghazi scoort niet. Hoese tikt even door. Antonia. Antonia! Ho, ho! Van der Velde, niet buitenspel. Bottegien is nog voorgebleven. Cherry. Bottegien scoort! Omdat hij toch voor was. En ja, hij is daar meestal voor een kopbal. Maar hij wordt nu over het hoofd gezien door Ajax. Omdat het een extra man is. En dan doet hij het maar met zijn benen. Zo heeft Groningen de voorsprong. Mooi, Sander. Ja, goed natuurlijk. Hoesen. Antonia. Oh, wie doet het? Oh, Sherry, waarom... Laat je hem zo op je voet ploffen. Sherry haalt het eerder. Sherry. Kan te verder. Maar zonder durf heeft niemand succes. Boydus. Serrero. Afstanden tussen de linies worden groter. Van Rijn. Boylissen. Dan krijg je ruimte voor dit soort schoten. Kiesna. De jonge Hagenaar. Krult hij hem? Dat moet. En Pat. Met allure. Duarte. El Ghazi. Sherry. En De Leeuw. Het is 2-0. Hij wijst naar Sherry. Want hij weet dat dit een voortreffelijke voorzet was. Hier Van der Velde. Daar komt Sherry. En die kijkt niet. Die geeft. En dat is prachtig, want daar heeft De Leeuw op gerekend. Spijkerman de Boer. El Ghazi over. Wanhopig.
Botteguin. En inderdaad, ik zei het al eerder, het zat ook nergens mee, ook hier weer niet bij Klaassen. Ajax met de hoofden naar beneden gekeerd. De Leeuw, invaller met weer een doelpunt. Groningen, hier met het enthousiaste publiek, daar de stille mensen met Ajax meegekomen.